Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag zondag. Hoeveel juli zou het zijn? Ik heb echt geen idee. 12 juli. En als je heel veel zin hebt in deze week vlog, zou ik het super leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Oké, ik begin vandaag dus de vlog op zondag. Vrijdag ging ik mee op groep 8 kamp en zaterdag. Dus toen heb ik besloten om niks te filmen. Omdat ik ook al voor hun ging filmen voor, voor het kamp en voor de film en zo. Dus ik dacht, het is gewoon niet makkelijk. Straks staat er iemand op. Dus ik dacht, ik film gewoon even 2 dagen niet. Eigenlijk ook wel even lekker. En het is dus vandaag zondag. Ik heb gisteren de hele dag geslapen omdat ik helemaal kapot was van kamp. En ik ga nu lekker ontbijten met vriendinnen. Met Celia en Ijfke. Dus ik heb me al klaargemaakt. En heel veel zin in. Even. Ik ontbijt eigenlijk nooit echt buiten de deur. Lunchen doe ik wel heel vaak, maar ontbijten nooit. Wat ik aan heb is een grijze blazer. Die ik zo waarschijnlijk open ga doen. Met een zwarte broek. Maar ik vind hem open dragen gewoon iets leuker. Dus dat ga ik doen. Voor de rest. Wat ga ik nog meer doen vandaag? Ik ga aan de film werken. Want die moet morgen af eigenlijk. Voor de rest ga ik... Ik ga niet echt deze week... Oh ja, ik ga vanavond misschien even met Eve. Dus ik moet even kijken. Maar ik heb gewoon lekker vakantie. Dus ik kan allemaal leuke dingen doen. Dus het maakt het niet uit als de vlog 2 dagen korter is. Ik ga even mijn tasje inpakken. En even nog mijn spullen bij elkaar pakken. Lipbalsem op. En dan... ga ik er vandoor. We weten nog niet precies waar we gaan lunchen, want we hebben niet gereserveerd. Dus we hopen dat het gaat lukken. Ik ben in de stad met Ijf. Je ziet jou niet hoor. En we wachten nog even op zee en dan gaan we ontbijten. Jongens, ik ben nog nooit om 10 uur in de stad geweest. Nee, cool. Oké, maar ik had nog niet het menu gekeken, maar we gaan wel gewoon daar zitten. Dat is prima. Nee, maar met ontbijt lust ik toch meer. Ik lust alleen met lunch heel weinig. Ik ga stuk om onze outfit, zo erg. Ik warm ben aangekleed en jij koud. Ik heb het echt bloed heet. Boterkoek. Boterkoek. Oh, die bent lekker. Echt heel lekker. Ja, ook heel vullend. Ik veel vullend. Een hapje daarvan. Dat mag. Fijn. Ik ben weer terug uit de stad. We hebben heel erg lekker even ontbeten. Dus dat was heel erg chill. Ik ben nu alweer terug, want Ijf moest dingen doen en C ook. En ik moet zo meteen ook een video editen. En ik ga nu een video opnemen. Namelijk een shoplog. Want ik heb een pakketje van Chiquel. En van Naked. En vorige keer vonden jullie die video ook leuk. Dus ik dacht, dan doe ik dat gewoon lekker een aparte video. En dan kan ik ook die beelden gelijk schieten. Dus ik ga nu even... Nou, op zich kan ik dit wel aanhouden. Want ik moet even een plekje in mijn kamer vinden. Waar ik het kan filmen. En dat heb ik niet echt hier. Want alles heeft een beetje een drukke achtergrond. Maar maakt niet uit. Ik kan wel even een andere broek aan doen. Dat zit wat lekkerder tijdens het filmen. Ik ga gewoon die video daar maken. Nee, komt goed. De video is opgenomen en ik heb gelijk even mijn spullen opgeruimd. Dus ik heb hierboven even uitgezocht. Dit moet nog wel echt een keer gedaan worden. Maar al mijn broeken en zo heb ik ook uitgezocht. Ik kan er alleen niet zo goed bij. Hierachter ligt ook nog een laag. Ik moet echt mijn kleding gaan uitzoeken. In ieder geval, het is nu een soort van opgeruimd. En ik ga nu even de kleding opvouwen die ik heb gekregen van Naked en Chiquel. Kijk, dit leuke topje komt ook in de shoplog. Maar dat ga ik nu even daar opvouwen, want daar moet ik dan nog foto's van maken. En als je alle items goed wil zien, moet je natuurlijk even de video kijken. En daarna ga ik weer even editen. Het is inmiddels avond en ik ben de hele dag bezig geweest met die video editen. En mijn broertje moet morgen afrijden voor zijn auto. Dus we zijn nog even een stukje gaan rijden. Dat ik de weg ging rijden en dat hij kon kijken. Ik heb nu even iets anders aangedaan. En ik wacht even op Eve. Want Eve en ik gaan even samen een ijsje halen. En ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Dus daar ben ik nu op aan het wachten. Ik denk dat ik mijn haar gewoon zo laat. Het maakt me eigenlijk ook niet heel veel uit. En dan weet ik nog niet wat we gaan doen. We gaan in ieder geval niet tot te laat. En dat eigenlijk. Voor de rest, ik moet echt... In de vakantie ga ik echt heel veel leuke dingen filmen. Maar ik moet even alles op orde gaan maken. Want ik heb zoveel video's.
in een soort van wacht staan. En dingen die ik moet editen. En dit en dat en dat en dat. En ik word er een beetje gek van omdat alles nu door elkaar loopt. Dus daar moet ik nu even op wachten. Ik ga in ieder geval even wachten op even. En dan gaan we denk ik even lekker een ijsje halen. Doe je? Een ijskoffie. Ik ga een ijsje. Maar dat kan niet. Of kun je nu wel weer ijskoffie? Zal ik het vragen? Oké, wacht. Doe eens muziekje zacht. Hebben jullie ijskoffie? Jazeker. Ik wil graag de frappé karamel, alsjeblieft. Karamel? Ja. Ja. En voor mij graag een iced tea. Een iced tea? Is die groot? Medium. Medium, ja? Ja, dat was het. Ja, dan kunt u door aan het eerst, hoor. Ja. Zeg, we gaan een ijsje halen. Wat halen we? Een iced tea en een ijskoffie. Lekker dan. Ik heb dorst. Dorstig. Oh, pas op maar. Ik zit nooit naast jou. Nee, is je inbestelling al? Nee, ik heb hem nog niet. Jij wel? Ik had hem wel veel eerder dan jij besteld, ja. Toch deze keer? Maar ik zag wel dat hij gearriveerd was in België. Dus ik denk dat ik het binnen enkele dagen nu krijg. Oh, maar ik weet niet. Je kan het zien op de Shein app, hè? Oh, zal ik even kijken? Ja, bij het traceren. Oh, heb ik het goede rietje gepakt? Ja. Oké. Wat wilde ik nou opzoeken? Oh ja, Shein. Oké, wacht. Ik ben mijn eigen auto gewend. Het is vandaag maandag. Ja, maandag. En ik ben heel lang bezig geweest met de film editen. En ik ga nu even op mijn stageschool laten zien. Dus ik heb me klaargemaakt. Het is best wel warm. Maar ik vind het altijd heel lastig om wat ik aan moet doen als het warm is. En ja, ik ga even de film laten zien. Kijken wat ze ervan vinden. En volgens mij gaan we het morgen met z'n allen kijken. Dus ik ga nu naar school rijden. Ik ben terug van stage. Ze vonden de film echt heel erg leuk. Morgen gaan de kinderen het allemaal zien. Maar ik ging het nu even aan de juffen laten zien. En die vonden het heel erg leuk. Ik moet nu werken en ik heb zo geen zin. Maar ik moet gewoon, ja. Ik ben weer 5 minuten weg. Mijn broertje is vandaag geslaagd voor zijn auto-examen. Heel erg leuk. Zijn we allebei in 1 keer geslaagd. Dus dat is top. In ieder geval, ik heb nu inmiddels al 2 jaar mijn rijbewijs, denk ik. Misschien al langer. Ik denk wel langer eigenlijk. En ik ga me dus nu snel omkleden voor werk. En dan vanavond ga ik denk ik niet iets bijzonders doen. Ik wil morgen even van al mijn nieuwe kleding foto's en filmpjes maken. En ik wil eigenlijk ook bij de IKEA een nieuwe spiegel halen. Want ik vind gewoon dat ik geen goede spiegelfoto's voor deze spiegel kan maken. Dus dat moet ik ook even gaan doen. Ik ga nu me omkleden voor werk. Oké, ik ben terug van werk. Ik ben helemaal gesloopt. En mijn vader zei net, wil je Mackie eten? Gisteren heb ik natuurlijk ook een ijsje gehaald. Maar we gaan dus nu lekker naar McDonald's. Echt heel slecht. Maar ik heb het wel verdiend. Lekker begin van de vakantie. Ik ben zo moe, jongens. Het is echt niet normaal. Ik moet echt gaan rusten. Ik moet echt uit gaan slapen en gaan rusten. Maar ik heb gewoon elke dag wat te doen. Wat wil ik? Heb je echt zin in? Pap, toen ik die tekeningen van mijn groep 7 kreeg, hadden ze allemaal McDonald's dingen getekend. Omdat ik altijd naar de McDonald's ga. Kan echt niet. Goedemorgen. Ik bedoel, goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net mijn make-up gedaan. Ik heb even wat droog champagne gedaan. Ik heb gewoon een topje aan. Wat ik ga doen, ik ga zo meteen Denise ophalen. Dan gaan we even naar de IKEA. Ik wil even een nieuwe spiegel kopen. Want ik heb echt nu best wel een kleine spiegel. Dus ik wil eigenlijk even een nieuwe kopen. Ik heb net mijn make-up gedaan. Ik had deze beauty blender, nieuw. Deze is van Real Techniques.
En normaal heb ik altijd die oranje. En ik dacht, ik neem een keer die roze. Maar hij is echt mega slecht. Dus dan weten jullie dat. Voor als je nog een nieuwe wil kopen. Het is geen aanrader. Hij is veel te zacht. En hij neemt bijvoorbeeld je foundation gewoon weer mee als je het net hebt opgedaan. Super irritant. Dus daar ben ik niet echt heel blij mee. Maar ja, die beauty blenders zijn altijd natuurlijk duur om te kopen. Dus ik heb ook geen zin om gelijk een nieuwe te kopen. Dus ik gebruik nu gewoon weer mijn oude. Ik ga even mijn outfit aandoen en dan moet ik echt weg. Want ik had over 10 minuten afgesproken. Ik ga het even aandoen en laat ik zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk dit soort van leren jasje aan van de Kosten, zoals die volgens mij. Die had ik in Antwerpen gekocht, maar ik heb hem dus echt nooit aan. Dit is de eerste keer dat ik hem aandoe. Zo. Het is dus een beetje zo'n leren jasje. Heb ik een bandeau top aan met mijn broek en daaronder doe ik mijn Dr. Martens. En nog een haarband in. En ik ga dus nu Denise ophalen en dan gaan we naar de IKEA gezellig. Toen ik het rek kreeg was hij zo groot. En nu is hij zo inklappen. Volgens mij kan hij nog een heel klein stukje. Oké, nou, Denise en ik hebben nog wat meer spullen gehaald. We gingen ook nog naar Xenos. Voor pampas. Maar dat hebben we niet gevonden. De lekkerste popcorn ooit. Ik heb die van jou nog niet opgegeten, hè? Echt niet? Nee, want ik wilde dat we die cocktails moeten we nog samen gaan doen. Oh ja, maar dat staat bij je... Dat staat bij mijn moeder. Oh, hij zit wel een beetje los. Oh, ik heb dit voor mijn sieraden. Zo. Hij zit wel los. Echt? Ja. Kan je hem niet vastdraaien? Nee. Er zit gewoon een schroefje. Ik denk dat je dit wel kan aandraaien. Oh, sorry. Vol in mijn teeth. Want kijk, nu heb ik dus alles zo hier los op liggen. Kijk, dit. Dat is niet handig. Oké, nou, ik kijk wel even. Zet maar erop. Ja, ik denk... Ja. Nou, had ik even beter naar moeten kijken. Maar voor mijn idee zat hij vast in de winkel. Oh, en de rest heb ik in de auto liggen, want dat is voor mij mijn moeder. Dat krijg je nog wel in een andere video te zien. Want hier heb je dan ook tegenlicht. Oké, de spiegel staat. Ja. Hij is wel heel groot. Het is namelijk nu ook best wel veel bij elkaar. Ik moet even kijken of ik zet mijn bed weer terug hier. Dan kan ik mijn spiegel daar. Alleen dat is heel kut met die tv. Oké, ik ga nu naar de afscheidsfilm van groep 8. Want die heb ik natuurlijk zelf gemaakt. En ik vind het wel leuk om alle reacties te zien. Dus daar ga ik nu naartoe. Alleen ik twijfel echt wat ik aan moet. Want ik wist dus even niet meer dat ik deze had. Het is zo'n soort linnen blouseje. Heel erg leuk. Maar hij is eigenlijk... En de vork, dit is wel lang genoeg. Maar aan de zijkant heeft hij zo'n split. Dus heb ik nu dus een bikershort onder gedaan. Alleen ik weet niet of dit te kort is om naar de basisschool aan te doen. Waarom vind ik alles altijd te kort? Terwijl die gewoon heel lang is. En ga ik in blote benen. Nou, ik denk dat ik het gewoon moet doen. Want hij is ook niet heel kort. En ik heb er gewoon nog een broekje onder. Ik denk dat ik me niet moet aanstellen. Ik ga dit aandoen. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat ze van de film vinden. Of ze het leuk vinden. En zou ik deze armband erin doen? Nee, dat is wel een beetje heftig. Nou, het kan wel, maar het is wel heftig. Nee, deze doe ik niet in. Nee, ik ben echt heel erg benieuwd wat ze ervan vinden. Ik vind het resultaat echt heel erg leuk geworden. En ik hoop dat zij dat ook vinden. En tuurlijk kan het altijd beter. Maar we hadden ook niet heel veel tijd steeds met filmen. Dus dat. Nee, ik denk dat ik dit gewoon aanhoud. Ik ben weer te kieskeurig. Dan ga ik nu naar school. En dan ligt er volgens mij ook een rode loper waar de kinderen dan overheen kunnen. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan is dat de laatste keer dat ik de kinderen zie. Want volgend jaar ga ik hier geen stage meer lopen. Ik ben terug van de première van de film. En het was echt heel erg leuk. Hele leuke reacties gehad. En de kinderen vonden het super leuk. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus ik ben ook helemaal blij. En ik ben natuurlijk ook blij dat het in de smaak is gevallen. Ik ben nu weer lekker thuis. Ik ga zo meteen... Ik heb mijn lievelingspopcorn vandaag gehaald. Die ga ik zo meteen eten. En ik had nog een super leuk cadeautje gekregen. En ik had beloofd om het in de vlog open te maken. Dus dat ga ik nu doen. Heel erg lief. Van een meisje uit groep 8. Kirsten. Zo. Heel erg lief ingepakt. Dus ik ga hem even openmaken. En ik weet nog niet wat het is. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het zo lief als kinderen dit doen. Ach.
Oké. Okay. Het is helemaal zo'n soort pakketje alsof je het van een sieradenaccount krijgt. Oké. Okay. Er zit een kaartje in. Hey, zo erg bedankt voor het maken van de film. Ook was je een hele leuke juf en ik weet zeker dat je het heel goed gaat doen. Ik ga je missen. Ach, zo lief. Ik vind het ook wel stom dat het nu voorbij is. Maar ik ga donderdag nog mee met de speurtocht. Dus dat is ook heel leuk. Jeetje, wat zit er veel in. Oké, er zit een scrunchie in. Die ga ik sowieso veel gebruiken. Ook een hele leuke kleur met zwart en roze. Heel erg leuk. Toppie. Dus die ga ik gelijk bij mijn rest van mijn scrunchies doen. En volgens mij zit er ook iets van een kettingje of zo in. Wat veel. Wat lief. Ach, wat schattig dit. Oké, er zit dus een kettingje in. Zo. Ik moet even goed laten zien hoor. Een bedeltje. Heel schattig. Volgens mij is het een klein zeepaardje. Heel erg lief. En ik heb vandaag natuurlijk een nieuw rekje gekocht voor mijn sieraden. Dus die ga ik er gelijk aan hangen. Ik ga zo meteen ook de rest even uitzoeken. Maar die hang ik er dan gelijk aan. En er zit nog iets in. Twee oorbelletjes in. Heel schattig. En het zijn luipaardjes, denk ik. In het goud. Heel erg lief. Heel erg leuk. Echt super lief. Als je dit kijkt... Heel erg lief, had niet gehoeven. Dus wat ik nu ga doen is even dat rekje. En dan ga ik lekker in bed filmpjes kijken. Want ik ben echt best wel moe. Goedemorgen, het is vandaag... Het is woensdag. Confess ik, weet niet waarom ik keek. Ik heb net gedoucht, mijn haar is nog een beetje nat. Maar ik moet zo meteen naar school mijn toets voor een toets inzagen. Dus ik ga zich aan me zo omkleden. En nadat ik de toets heb gezien... Of ingezien, ja. Ga ik andere outfit aandoen. Ga ik foto's maken van mijn nieuwe naked kleding. Maar ik dacht, ik doe nu zoveel wat simpels aan. Ik kreeg de laatste tijd best wel veel vragen. Over de hogeschool en over opleiding en allemaal dat soort dingen. Alleen, ik weet alleen maar dingen van de PABO. En als je die video wil zien, heb ik, ja, daar heb ik dus een aparte video over gemaakt. Daar leg ik alles uit over de opleiding, tijden, leraren, wat je moet weten, wat je moet doen, alle tips en zo. Die video zou ik ook wel even in het i'tje zetten aan een van deze kanten. Maar over andere opleidingen weet ik echt helemaal niks. Ik heb ook echt geen idee. Dan moet je echt aan andere mensen vragen, want voor elke opleiding is het weer anders qua hoeveel school je hebt en docenten, dit en dat. En ik had ook nog een vraag gekregen of ik op de hogeschool wil filmen. Maar ik denk niet dat dat echt helemaal de bedoeling is. En als je op YouTube intypt, dan krijg je gewoon filmpjes over de hogeschool. Dan kan je zien hoe het er van binnen uitziet en allemaal dat soort dingen. Maar nu, ja, ik ga dat zelf, kan ik dat niet doen. Heb ik alles? Zal ik dit schrift meenemen? Er is altijd een schrift in de auto liggen. Omdat dat soms wel handig is. En ik heb dus zo'n geurblokje van de Rituals. Alleen ik heb het gevoel dat ik het gewoon als enige niet ruik. Iedereen die in de auto komt zegt, oh wat ruikt het lekker hier. En ik denk echt, ik ruik gewoon helemaal niks. Ik heb een jasje aan van de Zara Kids. Voor de mensen die het willen weten. Voor de rest, ik ga straks eens foto's maken. Ik ga eerst even muziek opzetten. Nieuwe album van Boef staat online. Ik heb echt bijna nog niks geluisterd. Oh, is het journaal? Grootste tip ever is echt om in de ochtend, bijvoorbeeld ik doe het altijd tijdens make-up doen, om dan het 8 uur journaal van de vorige dag aan te zetten. Dan duurt het ongeveer 20 minuten en dan ontbijt ik en doe ik mijn make-up. En dat doe ik dus letterlijk elke dag. En je krijgt zoveel dingen krijg je mee. Want ik heb heel vaak in de avond geen tijd om het journaal te kijken. En in de ochtend wel. En het is echt gewoon... Echt een tip. Want je krijgt zoveel meer mee van de wereld. En ik vind het ook niet zo leuk om het te lezen. Ik vind het zo chill om even in de auto te zitten. En dan lekker muziek te luisteren. Oh, bijna mijn telefoon kapot. Ik ben terug uit school. En ik had dus één fout te veel. Beetje stom. Maar ja, ik heb ook geen zin om hier heel lang een ding van te maken. In ieder geval, ik heb me net klaargemaakt. Ik heb een naked outfitje aan. Omdat ik zo foto's ga maken met deze nieuwe broek. Ik weet niet heel goed wat ik van de outfit vind. Ik vind het op zich wel leuk.
Nee, ik vind het gewoon leuk. Nee, ik ga dit aandoen. Of zou ik iets met een blazer aandoen? Dat kan ook. Ik twijfel een beetje. Ik vind de outfit prima. Dit shirt vind ik wel echt heel erg leuk met deze mouwen. Heel erg schattig. Nou, je maakt gewoon foto's voor iemand thuis. Ja. Nou, ik ben met Amber. Had je de vorige vlog al gezien waar je in kwam? Nee. Oké. Moet ik even doen. Ja. Kijk jij überhaupt mijn vlogs altijd? Tuurlijk, altijd. Kijk je ze altijd? Altijd, oprecht. Tijdens het make-uppen. Tijdens het make-up. Ja, daar heb ik wat te doen. Ik heb vanochtend al verteld dat ik altijd tijdens het make-up het nieuws kijk. Dat is wel oprecht zo. Echt? Ja, altijd. Goed? Dat moet ik ook doen. Dat is echt heel handig. Nou, we gaan nu foto's maken. In Leiden. Lida. Ik heb een nieuwe spiegel gekocht gisteren. Ja, dat heb ik gezien. Dat was mooi. Ik zat een vervoer in mijn auto. Nou, dat was echt. Hoe heb je het gedaan? Stoelen plat? Ik zag gewoon helemaal niks. Ik kon gewoon de hele rechterkant niet. Wat een leuk dingetje. Waar heb je die van? Nieuw van de Zara. Kijk hoe leuk die mouwtjes zo. Ja, even filmen. Leuk hè? Heel schattig. Ja, bedankt. Bedankt. Nou jongens, hier is dus... Is toch ASO? Nee, vind ik niet ASO. Oké. Nou, ik ga ergens anders. Wacht, is het dezelfde kleur roze of zoek het bij het huis? Nee, ik kan wel. Maar ik zou aan de andere kant staan, misschien. Ja, dat sowieso. Dan sta je er echt zo voor. Nou. Oh, jeetje. Loslopend beeld. Ja. We hebben net foto's gemaakt. En we hopen dat er een goede tussen zit. Ja, we moeten wel even kijken. En we wilden eigenlijk wat drinken op het terras. Maar nu gaan we dus naar de aardbeien driving. We zijn ook wel echt heel laat. Want iedereen is al geweest. De laatste van heel Nederland. Ja. Maar maakt niet uit. Dus dat is... ons plan. Maar eigenlijk had ik meer zin in iets te drinken. Ja, gewoon ook naar Starbucks. Dat die aardbeien dat we, ik voel. Ja, zeg maar. Donderdag gaan. Maar nee, dat kan ik niet. Pas morgen. Starbucks? Nee. Oké, jullie zullen het zo meteen zien. Doei! En nu kom ik hoor, mijn rapstukje. Als je bij me thuis loopt of je slaapt. Oké, nou, allemaal niks en uiteindelijk beland bij de Starbucks, want we waren bijna bij de drive-in van de aardbeien. Ja. Toen zei Amber, hij is dicht. Gewoon doos zijn, echt. Nou, jij. Ja, ik. En toen gingen we een ander opzoeken. En dat was ook dicht. Die gaan morgen open. Oeps. Dus we zijn nu lekker bij de Starbucks geweest. Ja, ik had liever karamel. Jan. Ja? Is deze niet lekker? En Jan. J-A-N. Dat hij zei, hey Jan. Ja, dat dacht hey ik Jan. Al. Maar is deze lekker of niet? Wel prima. Oh, moet echt zo mee. Wij hebben lekker pizza besteld. En we gaan nu de Bachelorette kijken. Zin in. Heel ongemakkelijk. Ik neem je mee naar... Maar echt, toen ik dit liedje hoor, dacht ik echt, huh? Chilling Curaçao. Maar hoe? Het is vandaag donderdag en ik loop buiten, want ik ben nog een extra dagje op stage. Want ze hebben dus nu een soort speurtocht door onze wijk heen. En ik sta ook bij een onderdeel. Ik sta bij de fitness. Nou, hoe kon je het beter uitkiezen? En ze moeten dan bijvoorbeeld push-ups en zo gaan doen. Dus ik heb net thuis even mijn box gehaald. En dan gaan ze bij mij gewoon een workoutje doen en dan kunnen ze dus letters verdienen. En die letters vormen dan een woord. En dat woord moet ze dus uiteindelijk dan goed hebben. Dus er komen volgens mij 6 groepjes langs. En daarna heb ik ook nog vragen die ze dan moeten beantwoorden. Alleen, het is niet echt super lekker weer. Dus ik dacht, misschien kunnen we beter gewoon een beetje staan doen. Want
push-ups en zo. Ja, het kan wel. Nou, ik sta dus bij dit. En ik ga even mijn spullen klaarzetten. En ze kunnen dan dus een letter verdienen. Dat is ook wel goed voor mezelf. Ik moet hier gewoon even gaan trainen. Zo. Ik heb ook een paraplu mee, want het is echt mega slecht weer. Zo. Ik was gisteren dus met Vos en met Floor. Het was echt heel erg gezellig. We hebben dus eerst de Bachelorette gekeken. Ik ben echt in shock. Het was de aflevering dat twee mensen naar huis gingen. Ik ga niet veel spoilen, want misschien hebben mensen het nog niet gezien. Voor de rest gingen we dus pizza eten. Toen hebben we Monica gekeken. Dus we hebben echt alleen maar leuke dingen gedaan. En mijn camera is leeg. Het is inmiddels donderdagavond. En ik had dus vanochtend die speurtocht met de kinderen uit groep 8. Wat heel erg leuk was. Alleen mijn camera was dus leeg. En ik wilde daar eigenlijk best wel wat dingen filmen. Dat ik daar gewoon zat. Ik had een dansje met ze gedaan. Was heel erg leuk. En ik heb nu in de middag de hele tijd geslapen. Want ik was echt helemaal kapot. Want ik was gisteravond best wel laat gaan slapen. Toen ik met Floor en met Voske was. Dus ik was echt helemaal kapot. En ik heb vanmiddag na die speurtocht hebben we nog afscheid genomen. En ik heb een cadeautje gekregen. Heel erg lief. En we gingen nog de hele middag TikToks maken met de meiden. Dus dat was heel erg gezellig. Allemaal nieuwe dingen geleerd natuurlijk. En ik ga nu oppassen. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken. En dan ga ik lekker oppassen. Ik heb gewoon een nieuw vestje aan van Gikel. Met een topje en een grijze jongensbroek. Ik ga nog even mijn laptop inpakken. En dan ga ik daar naartoe. En dan ga ik even daar lekker op de bank zitten. En gewoon lekker wat voor mezelf doen. Oké, ik ben oppassen. En toen appt Eve mij. En nu is Eve hier. Yay. Oké. En toen dachten we, ja, we hebben wel echt zin in iets lekkers. Dus we hebben even bij Domino's besteld. We hebben Ben & Jerry cookie dough. En, oh, het ruikt heel erg naar kaneel. Wat was het eigenlijk? Hoe heet het? Kaneel... Kaneelbrood. Heel veel mensen eten dit. Kaneelbrood? Maar er stond dat er een sausje bij zat. Ja. Waar is die nou? Nou, dat maakt niet heel veel uit, denk ik. Nee, dat maakt het niet. Oké, ik ga even een lepel pakken. Maar dit is eigenlijk al genoeg. Ik was vergeten nog de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als dat zo is, zou ik het heel erg leuk vinden dat je even een duimpje omhoog doet. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!